Als de mens de natuur kan vernietigen, kan zij haar ook helen. Laten we de natuur als bondgenoot beschouwen en met haar samenwerken. We zijn namelijk tot in onze poriën van de natuur afhankelijk. Niet alleen voor zaken als zuurstof, bestuiving en houtproductie. Het opvangen van klimaatextremen. En het verbeteren van waterkwaliteit. Ook voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid hebben we de natuur keihard nodig. Zeker in een snel opwarmend klimaat. We kunnen het oorspronkelijke landschap herstellen. En vlindervriendelijke en ecologisch beheerde bermen. We kunnen struikroven. Tegelwippen. En de bloemetjes buiten zetten. Daar kunnen we een boom over opzetten. Of meteen een heel bos. Wij kunnen verticale bossen planten. We kunnen natuurgezien bouwen. We kunnen koolstof opslaan. Insectenplagen met kruidenmengsel bestrijden. We kunnen de wilde bij weer een kans geven. Wateroverlast een gezicht geven. En van reststromen gave biobased producten maken. En het begint bij een gezonde bodem. En een natuurlijk ontwerp waar alle vlakken waarde toevoegt. Met ambities die omgezet worden in de praktijk. Vastgoed kan namelijk veel groener en duurzamer. Met gezondheid en geluk als vertrekpunt. En een ronkend perspectief waar we samen naartoe werken. Van containertuin. En polderdak. En groene tuin. Van bedrijfstafel. Groen schoolplein. En solarpark. Tot moderne woonwijken. En complete steenbreekgemeentes. Het is tijd om natuurinclusief te denken en te handelen. Door te investeren in kennis. En kennis vervolgens te delen in netwerken. Dat willen we faciliteren en stimuleren. Van beeldkwaliteit naar duurzaam en integraal beheer van de leefomgeving. En de Omgevingswet biedt daar vele kansen voor. Wij zijn er klaar voor. Doe je mee?